Hey, en waarom komen jullie vandaag? Ja, ik kom al best wel lang. Ik vind het een hele leuke dag altijd. Ja. En heel leerzaam. Waarom zijn jullie hier vandaag? Ik bedoel, het is een mooie dag. Je kunt ook gewoon lekker naar de stad of zo. Nou, gewoon de ontmoeting met andere jongeren en gewoon ja, de lezingen over de Bijbel en zo. Hartelijk welkom aan alle jongeren die hier vanmiddag zijn. Mooi om zo'n grote groep bij elkaar te zien. Ik ga op reis en ik neem mee. Mijn Bijbel, denk ik. Die heb ik al meegenomen, dus... Ik zie hem zitten onder je arm. Makkelijk, ja, precies. Waarom een Bijbel? Nou, ik denk dat daar alles in staat voor je reis naar de eeuwigheid toe, zullen we zeggen. En dat touw dat laat zien wat jouw leven is. Want zoals je hier zit, en wij allemaal hebben een eeuwig leven. Dat voorbeeld over dat touw, leg eens uit, wat gebeurde er precies? Wilde je uit een touw dat nooit... Dat geen einde heeft en een klein stukje zwart was gemaakt en dat was dan je eigen leven en dat touw ging nog heel erg lang door. Dus stel jij hebt nu je leven en dat is eigenlijk maar een heel klein stukje ten opzichte van de eeuwigheid. En dat we daar wel erg in moeten houden dat we niet in het leven opgaan maar juist aan de eeuwigheid denken meer. Maar de vraag is wat stempelt jouw leven? Het thema is op reis. Waar komen jullie vandaan gereisd? Helemaal vanuit Friesland. Hey, waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Stappers. Ik kom ook uit Stappenhorst. Maar één ding staat vast. God belooft je Kanaan. Het hemelse Kanaan. En hij belooft het. En hij heeft zijn belofte ook verzegeld. Kun je eens iets noemen van waar de dominee het over had? En denk van, hé, dat vind ik nou ook moeilijk vandaag de dag. Of er komt zoveel op je af. Ja, dat individu, weet je wel. Met dat individu ben je zelf heel de tijd bezig. Dat ken ik zelf ook. Heel veel ben je met jezelf bezig. En de ander, ja, die komt als tweede, zeg maar. En dat wil ik eigenlijk een soort van veranderen, proberen. Ja. En wat wordt de eindbestemming? Kun je dat van jezelf zeggen? Nou, dat vind ik wel lastig nog. Een soort van, ja, dat weet ik niet. Ik heb vanaf mijn 1969 een militaire dienst gezeten. En ik heb nooit meegemaakt dat er... Zoals nu in Nederland 11 gebedsgroepen zijn op kazernes. Dat is heel bijzonder. Ik bedoel, de Heer, er wordt vaak gezegd, de Heer trekt zich terug en zo. Ja, dat zal wel. Maar op de kazerne zeker niet. U benadrukte ook in het interview dat u wel hoop hebt voor de jongeren ook van deze tijd. Absoluut. Ik denk dat de Heer, dat merk ik gewoon in de pastorale werk, ik denk dat de Heer ontzettend bijzonder werkt onder de jeugd in deze tijd. Dus u bent geen pessimist, u zegt niet van het is een donkere tijd? Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nee. Heeft u ook bewijs voor? Ja, ik zie het rondomheen. Jonge mensen die echt om de inhoud vragen, niet om de vorm. En die ook vanuit de inhoud werken. Nou, dat is toch fantastisch. Werk van de Heilige Geest, toch? Het bedrag bekend wat opgehaald is en willen het bedrag overhandigen. Er is 52.836 euro opgehaald en 75 cent. Nou, vertel het eens even. Waar gaat het over vandaag? Nou, ligt eraan naar welke workshop je gaat. Maar wij gaan het workshop belijdenis doen. Dus gewoon meer informatie krijgen over het nou ja, belijdenis doen wanneer en waarom dat. En de tweede workshop doen we hemel en hel. En dan denk ik dat het gaat over het eind, nou ja, als je sterft van ja, waar kom je dan de hemel en hel? En ook meer praktische dingen daarover. De eerste opdracht. Ik vraag om tweetallen te maken. En wat gaan jullie precies doen? Nou, dat weten wij ook niet. Oh, ja. Geen idee. Jullie worden door je partner worden je begeleid en moet je gewoon een opdracht gaan doen. Is het eng? Ja, heel eng. Mag ik hem afdoen? Dames, ging het een beetje? Soort van. Het is heel moeilijk. En zij zit een beetje goed? Nou, ze had het alleen maar over links en de andere links. Dus het was een beetje verwarrend. Achteruit, 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 achteruit. Van waar dit experiment?
Nou, ik heb een workshop ingericht die vooral een beroep doet op het vertrouwen en op samenwerken. We zijn op reis met God. En met God, God moet je ook onvoorwaardelijk vertrouwen. En dat element kwam hier ook in naar voren. We hebben net die bekertjes gedaan. En dat was dat wij ook dingen samen doen, hè? Als je nu hier in deze kring staat, dan doen we iets samen. Dan hebben we iets samen. We hebben lekker gekookt. Ja, dat dacht ik. Wanneer is zo'n dag wat jou betreft geslaagd? Nou, dat is een goede vraag. Want als je het over aantallen hebt, kun je zeggen van we willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Maar het is natuurlijk echt geslaagd als je een jongere in het hart weet te raken. Nou, ik hoor een keer een verhaal van een fietsenmaker die zei van ja... Ik ben op reis naar de eeuwigheid en ondertussen maak ik fietsen.